Ja. Dat brengt me trouwens wel naar het volgende onderwerpje. Ja. Er is een... ik weet nou niet of ik het vorige keer ook heb genoemd. Dus excuseer me als het dubbel is. Vorige keer hadden we het heel even over cookies. Dat het maar lastig is dat er cookies zijn sowieso. Of eigenlijk dat je ze moet goedkeuren. En dat dat ruimte in beslag neemt. Ja. En ik vroeg me zo af. Wat nou als je mensen de keuze biedt? Dus niet zeggen ze van... Hallo, wij willen cookies gebruiken. En daarom gaan we of de website blokkeren. Of een dikke balk onder boven naast de website zetten. Maar deze van... Oh, je hebt net gekozen op de productmap. Vind je het erg als we dat opslaan voor je? Want dan kunnen we dat volgende keer nog makkelijker voor je maken. Dus eigenlijk dat het onthouden van de gegevens... Dat dat een soort van gedeeld voordeel is, weet je wel? Ja. Dat de klant ermee geholpen is en dat het bedrijf natuurlijk ook een beetje doorgeholpen is. Ja, dat kan. Ik heb dat nog niet eerder gezien, dat dus echt die angle van, kijk, die cookies gebruiken, dat is een dienstverlening aan jou. En of dat nou helemaal waar is, het zal altijd zijn dat het bedrijf daar ook geïnteresseerd in is. Ja. Maar zo expliciet daarover communiceren heb ik nog niet eerder gezien. Het kan. Het zou best wel eens... leuk experiment kunnen zijn. Ja. Het is natuurlijk meer werk. Het is zeker meer werk. Ja. Maar het is ook sympathieker wat mij betreft. Absoluut. Dus. Absoluut. Gewoon op het moment dat het nodig is vragen of er cookies gezet mogen worden. Ja. Ja. Nou ja, of je eigenlijk mag beginnen met dienst verlenen. Weet je, dat is de meneer in de winkel die naar je toe loopt en vraagt of die je kan helpen. Ja. En dan zeg je nee hoor, ik browse alleen maar wat. En dan klik je op nee. Ja, precies, ja. En dan misschien wel dat je op een gegeven moment zegt van... Oh ja, nee, nu is het wel handig. Nee, ik weet het ook niet. Ja. Dus... Nou ja, nee, maar goed, dat kan. Ik denk ook zeker, tuurlijk, die cookie-waarschuwingen... Die worden heel horkerig in beeld gebracht. Ja. Eigenlijk zo horkerig mogelijk, zodat mensen maar op ja klikken. En dan mogen ze alle cookies zetten. Ja. Je ziet ook bepaalde... bedrijven die geven, zetten die cookie waarschuwing meer van geven ze opties van, als je dit accepteert dan kunnen we dat of kan jij dit. Ja, AccessFall doet dat bijvoorbeeld. Ja, maar het vervelende eraan is dat mensen zitten helemaal niet te wachten om daarop over te lezen. Wat jij zegt is inderdaad wel eigenlijk een veel beter idee. Gewoon op het moment dat het nodig is vraag je niet zozeer over cookies, want dat is super technisch. Ja. Maar je noemt cookies even terloops in het verhaal over wat je wil gaan doen. Hoe je service wil verlenen. We willen graag iets tofs voor je doen. Ja. En om dat te kunnen doen, zullen we een cookie moeten zetten. Gaan we technische dingen doen. Ja. Nou. Ja, een right. Ideetje. Ja, ja, voor de wereld, alsjeblieft. Ik vind het een goed idee. De eerstvolgende uitwerking willen we graag zien op maandag op mijn bureau. Ik denk dat het een goed idee is. Wellicht bestaat het al wel. Ja, nee, dat weet ik zeker. Ik ben zo origineel ben ik helemaal. Nee, maar ja, de originaliteit, dat is ook helemaal niet iets wat je moet nastreven. Goede ideeën komen vaak tegelijk. Ja, precies. Vaak hebben meerdere bedrijven of meerdere mensen hebben hetzelfde idee. Bijvoorbeeld de boekdrukkunst. Is op hetzelfde moment in West-Europa op verschillende plekken uitgevonden. Oh, echt waar? Ja. Oh. En dat was omdat die toen nodig was. Het waren toch monniken en zo, of niet? Volgens mij, ja, misschien wel. Ja. Nee, monniken schreven. Het waren juist niet de monniken. Het waren concurrenten van de monnikenindustrie. De monnikenindustrie. Ja, ja. Monniken begonnen zich toen af te vragen, maar wat de fuck moeten wij dan de hele dag doen? Ja, inderdaad. Ja, die hadden natuurlijk ook een kennismonopolie. Hè? Dus die vroegen zich af, de kerk vroeg zich af of er wel dingen vermenigvuldigd moesten worden. De kerk was niet zo'n voorstander van dommere mensen geloven eerder. Ja. Dus hoe dommer je de mensen houdt, hoe minder... Of je minder, weerstand je krijgt. Ja, of je minder argumenten te geven. Ja. Dus argumenten. Ja. Alsof we nu zo slim zijn. Nou, goed, op sommige dingen misschien wel. Maar dat is dus op hetzelfde. Maar dat was omdat die middeleeuwen voorbij waren. Er kwam een soort van renaissance. En in die renaissance werd de boel... Het was nog helemaal niet vrij. Ik bedoel, de kerk was nog altijd een echte letterlijke macht. Mm-hmm.
die mensen in de gevangenis kon stoppen en zo. Maar om de een of andere reden kwam er ruimte voor dit soort dingen. Voor vernieuwing, ja. Voor nieuwe gedachten. Ja, misschien was het voor ze zelf ook wel interessant. Want dan konden ze inderdaad meer tijd steken in de Inquisitie en minder in daadwerkelijk boeken schrijven. Ik bedoel... Ja. Waarschijnlijk dachten ze in Spanje ook zo van, nou, beter een pastoor met een tang in zijn hand dan met een veer in zijn hand. Ja, ja, ja. Ik weet het ook niet hoor. Nee. Dus mij halen we een heleboel tijd denk het ook. Spannes door elkaar. Niet ja. Onderricht, sorry. Of alles vergeten in elk geval. Maar het is wel interessant. Ja, maar dat heb je hier dus ook, hè, op het web. We hebben een aantal stappen gezet. We zijn een aantal dingen aan het doen. We hebben met bepaalde specifieke problemen te maken. Zoals de cookiewet. Daar hebben we gewoon nu ineens mee te maken. Daar hebben we natuurlijk al die jaren helemaal niet over hoeven nadenken. En dan kom je natuurlijk met goede oplossingen. Ja, nee, inderdaad, ja. Ja, het was eigenlijk ook een... En de eerste keer om dat uit te werken is het natuurlijk heel erg veel werk. Ja, om de juiste toon aan te slaan. En dat soort dingen. Maar het is ook echt een probleem. Want sommige bedrijven die bijvoorbeeld... Als je dan hebt over een start-up en je wilt klanten binden. Ja. En je wilt bijvoorbeeld tracken van hoe goed bijvoorbeeld jouw campagnes het doen. Ja. Ja, dan heb je al vrij snel ook echt cookies nodig om dat te doen. Absoluut. En wat ze dan zeggen is van, ja, wij kunnen dus een stopbord voor onze website zetten dat mensen de cookies moeten accepteren. Ja. Maar dat remt mensen ook direct af om daadwerkelijk op die website te komen. Is ook zo. Dus die, ja, hoe heet het, we merken dat een heleboel start-ups in elk geval, of nieuwe merken, dat die daar erg veel moeite mee hebben. Van, ja, wat moeten we nu? Moeten we nu afremmen of juist iets anders gaan verzinnen. Slim mee omgaan inderdaad. Ja, inderdaad, ja. Vriendelijk. Vriendelijk, in overleg. In overleg, ja. Ja, of slim, zoals wat jij voorstelt. Gewoon op het moment dat het nodig is. Ja. Gewoon heel eventjes subtiel lastig vallen. Ja, precies, ja. Ja, dus niet gniepig. Want dat kan natuurlijk ook een beetje gniepig overkomen. Ja, ja, je kan natuurlijk ook... Want dat kan natuurlijk ook. Ik kan ook gewoon liegen. Hallo, we gaan nu servers aanbieden. Maar dat zag niemand, geloof ik. Maar ik had gisteren dus een verhaal gehouden over de toekomst van het web. Tenminste,